Goedemorgen, het is vandaag weer vrijdag. Laatste dag van de week, yay! En dan weekend. Nou, eigenlijk is het al een beetje weekend natuurlijk, want ik hoef niet buitenshuis te werken. Maar ik heb wel heel veel te doen achter mijn computer, in huis. Je kent het wel, als huisvrouw zijnde. Michelle is nog even thuis, die heeft de eerste paar uur vrij. Steven vond ik nog in zijn bed. Dus je begrijpt dat er al een aardige oorlog is ontstaan hier, dat hij niet naar school was. De treinen hadden vertraging. Zo is altijd. Ja, tenminste eentje die nu nog naar school gaat. Ik ga gauw aan de slag en ik zie jullie straks weer. Ik ben trots. Ik ben trots. Ik heb de website oké. Ik heb hem klaar. Ik zal hem even laten zien zo. Het is echt heel leuk. Het is www.opvoeden. Kan ook zo. En dan zit ik in de admin. Opvoeden kan ook zo.nl. En dan zal ik even laten zien hoe de welkomstpagina eruit ziet. Vanaf 10 oktober gaat er een challenge beginnen voor ouders van babytjes. Van 0 tot 1 jaar gaan Agnes en ik, we zijn beide pedagogisch medewerkers geweest in kinderopvang. We hebben allebei 3 kinderen. We hebben ook die ervaring. We hebben ons eigen visie ontwikkeld over wat speelgoed met kinderen kan doen. Wat omgeving met kinderen kan doen. Hoe wij zelf in het leven staan, wat dat met kinderen kan doen. Je bent het voorbeeld, we zijn beide alleenstaande moeders. Wij zijn het voorbeeld voor onze kinderen. Dat is de reden, de achtergrondreden waarom we deze challenge zijn begonnen. Er komt ook een cursus aan. Over opvoeden, daar waarin we dus opvoeden met een knipoog. Dus niet volgens het boekje, hè, het moet zo, het moet zo, het moet zo. Nee, met een visie waarin je kijkt naar de mogelijkheden van het kind en de authenticiteit van je kind ook kan bewaren. Zodat je kind echt zichzelf leert te zijn. Waar kan dat nog? Hè, we worden allemaal in een keurslijf gedrukt van dit wordt van ons verwacht, dat wordt van ons verwacht. Uiteraard moeten we ook heel veel om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Maar we zijn ook wel van mening, om jezelf te kunnen zijn, moet je toch ook jezelf kunnen ontwikkelen. En daar blijft best wel een stuk liggen van de opvoeding. En daarin willen wij gaan helpen. Willen wij ouders gaan ondersteunen. Ik ga de camera draaien. Ik neem jullie mee in een kleine tour over de website. Ik ben er echt heel erg trots op. Het is een beetje mijn kindje. Ik zal het laten zien. Dit is de homepagina. Hierin kun je dus, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Hierin kunnen jullie dus lezen wat ongeveer de website gaat aanbieden. Aan de rechterkant zien jullie al wat blogs staan die Agnes heeft gemaakt. Daar kun je gewoon op drukken. Opvoeden kan ook zo. Nou, daar staat nog niet zo heel veel in. Want hier komt straks onze online training te staan. Stukje over Agnes. Wie is Agnes? Dat moet ze nog een beetje aanvullen, maar er komt nog meer bij. Dit ben ik, over Janneke. Er staat dus een aardig stuk, want ik heb het dus net even zitten typen allemaal. En dit is dus het gedeelte waar de challenge komt. Kijk, spelend leren, 10 tot en met 14 oktober. De challenge voor ouders die echt gericht speelgoed willen kopen voor hun kindje van 0 tot 1 jaar. Nou, dan kun je hieronder kun je je dan inschrijven en dan doe je automatisch mee, sta je op de lijst. En dan doe je mee. Cool, hè? En zoals jullie kunnen zien is Michelle ook weer thuis, want ze had maar 2 uur les. Yay! En moeders is daar zo super hard aan het werk. En straks gaan we oppassen. Hebben we ook wel zin in, toch? Ja. En dan hebben we zat in, want ik ben out of make-up. Dus ik moet mijn concealer gaan halen. En nu gaan we tosti maken. Want ik heb wel zin in een tosti. Ja, gewoon lekker tosti maken. Maak er ook eentje van mij. Nou, ik dacht dat jij het zou maken. Als jij dat nou even doet. Als jij dat nou even doet. Jij kan het zo lekker. Nee. Gewoon altijd, als jij, tip voor kinderen. Altijd als jij gewoon honger hebt en gewoon geen zin hebt om te maken. Zeg gewoon, maar jij kan het zo lekker maken. Dan doen ze het vanzelf wel. Wat ik net zag was dat je dus niet hierop kon drukken. Nu is het wel zo. Kijk, een kopje blogs is erbij gekomen. En als je daarop drukt, dan kom je dus op de blogs van Agnes momenteel. En als ik straks een blog heb gemaakt, dan komen er hier nog meer categorieën bij. Die is Agnes blogt, blog over het leven van 3 jonge kinderen. En ik blog over het leven met 3 tieners.
Woe. En ik vlog er ook nog over. Maar goed, dat is een heel andere kant van het verhaal. Maar ik ben de leukste tiener. Maar ja, dit gaat dan meer over het opvoeden en het omgaan met de probleempjes die je nogal hebt met de tieners. Kijk. Nou, voor het eerst weer beginnen aan mijn zwangerschapsverlof. Een hele blog met leuke plaatjes erin. Ga het bekijken, zou ik zeggen. Ik zal de link hier zo in beeld laten meelopen. Kunnen jullie mooi even kijken. Mijn allerliefste dochter is... Oeps. Dat was het touw van Bella hier onder mijn voet. Is het tos die voor me aan het maken? Steven heeft andere... Kom kijken naar de website. Ik heb laatst geen uitzicht. Steven. Ik wil het laten zien. Wat? Kom kijken naar mijn website, jullie. Ik ben tosti aan het maken voor je. Oh ja, Steven, kom kijken naar mijn website. Bella. We willen weten wat je ervan vindt. Bella ligt daar, ja. Doe nou, kijk, dat is de homepagina. En daarboven in dat zwarte moet je niet op drukken, dat heb ik omdat ik de admin ben. Dit is jouw vraag. Ja, dat is home. Hallo Janneke. Nee, dat is het niet. Dit hele zwarte balkje zie je niet lijken. Nee, als jij erop gaat zie je dat niet. Is het ook accuraat? Blijft het updaten? Ja. Hey, weet je wat ik wel zou doen? Dit ook links maken. Want je zegt dat je het vindt. Je kunt net zo goed er een link van maken. Van, dan klik je erop en dan kom je naartoe. Oh ja, dat is waar. Ja, blog van Agnes kan ik inderdaad een link van maken. Ja, ja. Je weet dat het makkelijk is om daar een link van te maken. Ja, dat is waar. Ja, dat is een goede tip. Dit is home. Daar waar je nu zit. Dat zijn de blogs van Agnes. Maar oké, dit is alleen de Agnes blogs? Ja. Waar heb je een blog van Janneke erbij zien? Omdat die er nog op komen. Maar die zie je nog niet, omdat ze er nog niet op staan. Dus je ziet nog niet dat erbij is, zeg maar. Moet je even nagaan. Deepwater Horizon was gisteren al in de bios. Terwijl die in Amerika pas vandaag uit is. Oh, dat is raar. Ja. Maar wij gaan morgen Deepwater Horizon, ik ga het fixen. Heet het anders? Ja, developer, designers, the art. Oh. Ik bedoel de coding. Schrijf het even hier op mijn blaadje hier zo. Aanpassen. Daarom laat ik hem ook aan iedereen zien, hè. Dat ik dan even hoor welke aanpassingen ik allemaal moet doen. Maar moet je even smolten kaas? Ja, is goed. Ja, dat duurt lang. Is die voor jou al klaar? Ja. Eet hem maar op dan. Dan wacht ik wel op die van mij. Nee, ik heb twee broodjes. Dit is de challenge die 10 oktober van start gaat. Maar overal is het wel gewoon netjes, toch? Krijg ik van mijn allerliefste dochter. Yay. En we zijn er weer klaar voor, Michelle en ik. Michelle is even plassen. We gaan oppassen bij Agnes. Oké, Michelle is inmiddels ook klaar. Riem gaat dicht. Ja, zet het maar even lekker op de vlog, joh. Wat een vastgeruk. We gaan er vandoor. Hermee? Steek, je kan op de computer. Ja, ik ben toch weg. En als ik dan weer terugkom, moet ik weer verder, want ik heb helemaal niet geëdit. Kom dan. Ik loop vast, hoor. Ik hou de deur open voor je. De zon schijnt. Het was net aan het onweren, maar de zon schijnt gewoon. Wacht zo. Het is koud. Sinds wanneer staat er toilet op de toiletdeur? Sinds gisteren. Het is leuk. Ja, toch? Waarom heb je geen jas aan? Omdat we toch... Oh shit, we hebben regen, hoor. Nou, dan kan iedereen maar mooi op zien. Het is heel erg koud. Valt echt mee. Je moet even een bomberjack of zo kopen. Oh, dat is weer een goede reden daarvoor. Oh, ze duwt mijn hand weg. Er is zo een koppeltrekhaak. Wat zit je te kijken, Tim? Oh, je is een verp, hè? Is het spannend? Oh, ik zie het, ja. Die is leuk. Mama, dit is zo schattig. Tja, 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 tja,
was even heel gezellig. Nu is het een beetje laat. Het is al 4:30 inmiddels of zo. Het is bijna 5:00. Dus we gaan even make-up scoren voor Michelle en we gaan even in de stad eten. Wat heb je een mooie sjaal? Heb je die van Agnes gekregen? Ja, mooi hè? Vind je het zelf ook mooi of ga je weer raar doen ertegen? Vind je het wat? Je kijkt er wel heel zielig bij. Steven heeft een hele coole edit gemaakt voor school. Het is af en we gaan dit even samen bekijken en ik hoop dat jullie het ook een leuke edit vinden. Bella, ben je mooi? Ga zitten. Laat eens goed zien wat je hebt. Wat een mooi. En Steve zit ook nu te renderen. Hij is zijn masterpiece wat hij voor school moest maken. School moest maken is hij nu aan het renderen. En het is weer laat. Ik ga de vlog afsluiten. Vond je het een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je uiteraard niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie allemaal morgen natuurlijk weer. Morgen ga ik weer aquafloten. Ik heb nu al kriebels in mijn buik. Ik ben zenuwachtig ervoor. Dat ga ik morgen dus doen. En ik zeg, slaap lekker allemaal. Doei doei!